Ik ga vandaag op ponykamp bij Manege der Brugge, waar ik vorig jaar ook ben geweest. Nu hebben we een dropping, dus we lopen nu in het bos en denk dat we de weg weten. En leuk als je kijkt naar een nieuwe video. Dit wordt een hele leuke video. Eigenlijk het begin van een paar hele leuke video's. Want ik ga vandaag op ponykamp bij Manege der Brugge, waar ik vorig jaar ook ben geweest. En ik ga weer op ponykamp Extreme. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga weer samen met dezelfde mensen als vorig jaar. Dus samen met Lisa en Janna en Darcy en Pleun. Jody kan helaas niet, want hij is op vakantie. En Kim is het hier op onze leiding. Dus dat is super leuk. En ik heb er echt heel veel zin in. Hoe laat is het ondertussen, Roos? Hoe is het daar? Hey, Roos. Ik heb geen 12 uur of zo. Dus en we gaan later, 12:30. Ik ben wat ik ga rond 2:15, 2:30 ga ik weg. Want ik moet er om 4 uur zijn. Dus dat. Lisa en Janna zijn er al. Want Lisa die werkt er nu al. En Janna die kwam al eerder om kamp te begeleiden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Dat. Ik ga met je vertellen, Roos, denk je? Er zit dus mijn koffer daar. Die is bijna helemaal ingepakt. En ik heb gelnagels sinds het kort. Is niet pretty? Oeh. Ik ben spullen aan het inpakken. En spot. Ik krijg echt spontaan de zoomies. Nee, hij staat daar. Kijk. Daar is hij. Oh, verkeerde kant op. Zoom in. Struggles. Zoom niet te snel. Spikkels! Hi, spot. Hallo. Oh, ben je knap. Ik ben allemaal rondjes aan het rijden, nog altijd film ik, maar toen is hij weer gestopt. Grote spot. Kom hier! Spot, kom hier! Oh, 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 ja! Goed zo, hallo! Is goed, oké, ik ben alvast. Ik heb mijn koffer al en mijn spullen, mijn tas met beddenspul. Daar is de auto. Blur, het kenteken of zo, weet ik veel. Daar is het potje. Daar is het zwembad, want het was super warm natuurlijk afgelopen week. En nu ga ik de rest pakken. Nou, ik heb alles bij de auto verzameld. Wacht, Spot is aan het rennen. Kan ik het even wel filmen? Doei! Daar is hij. Spot, die is dus een spaniel. Maar we moeten even scherp stellen. Stel scherp. Oké, ik wil niet scherp. In ieder geval, Spot is een spaniel. En die zijn dus gemaakt om op te jagen. Dus daarom gaat altijd alle haagjes af om beestje op te jagen. Stel scherp. Deze camera, jongens, echt waar. Ik kan gewoon niet scherp stellen. Oh, Spot, ben je een mooie blur. Echt erg lit, oké. Okay. Ben je wel scherp. Nice, wel scherp. Yay. Even sjoes. Nee, nou, want ik ben je laars aan het passen. Lisa is zijn laars aan het passen. In ieder geval, we hebben net avond gegeten en we wachten nu op de paardenindeling. Avond gegeten. Avond eten gegeten. Avond gegeten. Jongens. Nee, je eet toch niet code. De avond? Ik ben gewoon heel lui. Je eet toch niet de avond? Daar zit ze niet mee eens. Dat is mijn maat. We gaan nu spullen pakken en dan gaan we zo het paard opzadelen en dan gaan we het eerste ritje doen. Heb ik hem op Ik ben heel benieuwd op ik rij. Ja. Ik hoop op. Eifler. Ebbo is er. Nee, laat maar. Voorstellen aan Ebony. Hele knappe schimmelmerrie. En dit wordt als de inleiding niet wordt aangepast mijn paardje voor de week. Nu gaat de eerste helft op buitenrit. Kijk knappert. En daarna ga ik in de tweede helft samen met Lisa en nog wat andere mensen. In de tweede rit, zeg maar, kennismakingsrit. Kijk hoe knap, kan je het zien? Dat dekje staat echt vet goed. Dat is mijn donkerblauwe dekje. Kijk knappert. Ze is zo knap. En ze heeft vroeger en dressuur gelopen, dus dan kan ik echt heel leuk dressuur dopen. Hi. Hallo. Hallo. Het is echt zo'n knap paard. Kan je het zien? Ik heb echt heel veel zin in de buitenrit. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Ze kan ze nog wel wat vreugdeboekjes geven, maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik alleen maar leuk. Dus ik ben benieuwd. Something more, just waiting for you and me.
Hoi allemaal, het is vandaag zondag en het kamp is net begonnen. Jullie kunnen het alleen totaal niet zien. Ik zit nu op Vera en we zijn onderweg naar de wei. Dit is Janna. Ja, ik ben Janna trouwens. En hierachter loopt Floor, maar die zien jullie ook niet. En Darcy zit Twice en die kennen jullie natuurlijk van vorig jaar. Maar die kunnen jullie ook niet zien. Dus ja. Maar ja, we hebben net eerst de buitenrit gedaan. En je wel terror. En ja, volgens mij vinden we allemaal de paarden wel leuk. Floor zit op... Heb je al verteld wie zit? Ja. Oh, Floor vindt Ebbo wel leuk. Ik zit op Vera, die vind ik ook heel erg leuk. Darcy weet nog niet zo goed wie ze zit. Maar die vond, ja, vindt alles wel leuk volgens mij. Dus ja, dat was het wel weer. Nou, ondertussen hebben we de wei bereikt. Oh, Vera gaat er vandoor. Die staat daar in het donker. Achter mij staat Darcy met Twice. Die kan je ook niet zien, maar we zijn dus bij de wei. Kan Janna zien? Nee, je ziet echt geen zak. Met Vera. Maar we gaan nu het paardje op de wei zetten. En dan mogen ze vannacht op de wei staan. Morgenochtend halen ze weer op. En dan gaan we lekker rijden. Ik heb er veel zin in. Video. Ja, hallo. Hallo, je kan ons niet zien, want het is donker. Maar we zijn alweer terug uit het bos. Dat heb ik helemaal niet gefilmd. Maar we moeten snel opschieten, want nu hebben we een dropping. Dus we lopen nu in het bos en denk wel weg weten. Voor de mensen die vorige keer de video gezien hebben, de vlogs. We lopen op een pad daarvan. Het is dag, dus dinsdag. En dan gingen we het spoor over. Dan gingen we naar rechts, gingen we heel hard op een zandpad. Dan ging Holly er langs. Ja, daar zijn we nu ongeveer. Dus we moeten nog wel een stukje. We moeten nog een stukje, maar we hebben het ongeveer het pad gevonden. Ja. Oh, hij maakt een foto. Oh, hij filmt. Nee, heeft niet een probleem als ik in mijn sportbra geslapen, toch? Nee. Ja, ik heb. Oké, okay, maar wat nou hier? We zijn weer terug op de kamer. Daar is Fleur. Hi, Fleur. Hi. En daar is Lisa. Hi, Lisa. Nou. We hebben dus dropping gehad en we zijn weer veilig thuis gekomen. Eigenlijk hebben we in één keer teruggelopen. Hebben we, ik kan lekker Nederlands. Zij hebben in één keer teruggelopen en... Nee, Lisa, nee. Het is echt absurd warm. Het is echt niet te doen in die kamer. Terwijl buiten... Janna is weer ziek natuurlijk. Janna is ziek aan het worden, super fijn. Maar over de buitenrit, ik heb eigenlijk heel weinig reden op Ebbo. Ik vond het echt super fijn, want ze is gewoon heel goed bij je te houden. En ook naar vogeltraaiers, dat wil naar hoop. Dat vind ik heel erg fijn. En Holly van Lisa was echt een stoute paard. Die was veel te blij. Dat hebben jullie ook op de GoPro beelden gezien, denk ik. Daar was ze niet al te happy over. Maar dat kun je allemaal in Lisa's vlog zien. Zet ik wel in een ietsje ergens. Oh, ik kom nu iemand uit de douche gelopen. Hi, daars. Ja. Oh, jij is achter mijn hoofd, dat kan je niet zien. Maar wij gaan nu slapen, dus wat rusten. Ik denk dat deze dag bij de volgende dag wordt geplakt. Nou, dat zien ze allemaal wel. Dat zien jullie wel. Maar wel rusten, tot morgen. Wel rusten. Wel rusten. Wij gaan slapen, want het is echt vet laat. Het is namelijk ondertussen al... Mijn onderbroek staat er niet op, toch? Nee, volgens mij niet. Nee, het is al 10:30 namelijk, dus wij gaan lekker drukken, want morgen zijn we weer druk. Oh.